Nou, we zijn hier aan de Olderplas bij uh, 1023 uh, En Ik had begrepen dat hier in de buurt was wat overlast was van uh, snelvarende waterrecreanten. Zo, uh, Wolter staat bij me en Jean, die weet er zeker meer over te vertellen. Zo, wat is hier precies aan de hand? Nou, op het moment is het eh, natuurlijk zoals je ziet niet heel erg druk en ook geen overlast van van en paddleboarders. Maar normaal gesproken in het weekend wordt hier ontzettend hard gevaren, niet alleen hier op de Olde Plas, op het snelstuk. Daarbij die drie rechtse elektriciteitsmasten. daar kun je linksop eh, het snelle stuk naar de Lus van linnen. Daar mag je onbeperkt varen. Daar is dat ook geen probleem. Alleen het wordt overal. op de Olderplas, de Zuidplas, de Weert, de Noorderplas. op de Maas zelf. er wordt overal veel te hard gevaren. En wordt daar niet eh, voldoende op gecontroleerd door de politie? Nou, eh, wat ik begrepen heb. is er één BOA die wat hier alles mag controleren. Eh, dus met andere woorden, eh, dat is veel te weinig. Eh, de, Rumont profileert zich als watersport-recreatiestad. Uh, de Maasplassen zijn het grootste aaneengesloten gebied, uh, sport, watersportgebied van Nederland. En als je daar dan één persoon op moet zetten om dat allemaal te controleren, de laatste jaren is het alleen maar drukker geworden. Door de corona zijn vorig jaar ontzettend veel boten verkocht. aan mensen die, mijns inzins, een hele hoop geen vaarbewijs hebben. En andere mensen die hebben wel een vaarbewijs, maar weten ook niet wat ze doen. Dus eh, het wordt alleen maar drukker en alleen maar gevaarlijker. En de controle is niet heel. De controle is niet heel, dat is inderdaad heel jammer, want één persoon op zoveel recreanten, dat is mijn inzicht ook okay, geen doen. Er was mij iets van een groepset van ondernemers te oren gekomen hier langs de Maas, om eventueel de overlast zelf aan te pakken. Uh, hoe zijn jullie daarvan van plan? Uh, ik heb met bepaalde mensen gesproken naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis. Dat heeft niks met het ongeluk van afgelopen weekend te maken. Maar uh, toen is er gesproken door een paar ondernemers onderling om deze winter een keer de hoofden bij elkaar te steken en om een groepsapp te gaan organiseren. Uh, mocht er hier te snel gevaren worden dat je die mensen fotografeert en in de groepsapp zet. En dan eh, kun je dus nergens meer bij een andere haven of bij deze slipway, kun je dan meer eruit komen. Of als je bijvoorbeeld te hard vaart, dat je nergens meer benzine kunt kopen. Dat is de enige oplossing. Wij kunnen geen boete uitschrijven. Maar daardoor kunnen we misschien wel de mensen zeggen van luister, als je, je hier niet gedraagt, kom je er niet meer uit. Dan moet je maar door de sluis gaan. Ga je maar ergens in Wessem of in Laak Probeer je daar maar je boot eruit te halen. Maar niet meer bij ons. Dat is de opzet waar we mee bezig zijn, maar of dat allemaal gaat werken en ook gaat lukken, dat is ook nog maar de vraag. Maar dat is de insteek die wij eraan willen geven omdat er veel te weinig controle is. En gaat de politie er ook in mee participeren dat jullie misschien de beelden doorsturen en dat hun dan de overlastoorzaak alsnog erop kunnen aanspreken? We moeten natuurlijk ook kijken naar de privacywetgeving. Je kunt niet zomaar van alles gaan delen. En we hebben er hier ook nog niet met de politie over gesproken. Maar tegen de tijd dat wij straks om de tafel gaan zitten, zal natuurlijk ook de politie uitgenodigd worden om in mee te kunnen praten. En ook de gemeente. Niet alleen Roermond, ook Leudal, Maaschouw. We willen eigenlijk de groep zo groot mogelijk maken om daar eens de gedachtegang over te laten gaan. Dat we zeker weten dat we iets kunnen bereiken. Want op deze manier kan het echt niet langer. Nee, precies, want die overlast veroorzakers moeten natuurlijk aangepakt worden en niet verplaatst worden. Want als de politie niet participeert, dan verplaats je het probleem alleen maar, toch? Juist, en dat, je kunt het wel van A naar B brengen, maar dan zit B met het probleem. Dus dat heeft geen nut. Het, het probleem moet opgelost worden. Meer, wij willen meer blauw op het water. Nou, ik hoop dat er meer blauw op het water komt. Hè, als er uh, leidinggevende binnen de politie deze uitzending zien. Uh, verder wens ik u veel succes hier met, u, met uw zaak, uh, Loungeboats, en hopelijk wordt het wat rustiger hier op het water. Nou, rustiger hoeft het niet, als de mensen zich maar in ieder geval aan de regeltjes houden, dan schieten we al heel stuk ermee op.